Yo, kijkers van Online Games en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA 5. En even wil ik mijn excuses aanbieden voor vandaag en van gisteren. Sorry dat er gisteren geen video is gekomen. Dat is als eerst mijn excuus. En de tweede excuus is sorry dat deze video heel erg laat was. Want mijn computer had wat problemen. Ik moest hem gisteren helemaal opnieuw opzetten. En dat duurde wel uren en daar had ik geen zin aan vandaag. Had ik ook een klein probleem, maar het is helemaal opgelost, dus ja, wat later omdat het vandaag vrijdag is. Ik moet ze nog allemaal en het is nu bijna 7:30, dus ik moet ze toch voor jullie gaan opnemen, maar we gaan er snel doorheen. We gaan dus wat kortere video's maken dan normaal, maar dat maakt veel uit. Ze komen weer online, dat wel. Wat gaan we vandaag doen? Jawel, we gaan vandaag een huis kopen. Jawel, laten we eens gewoon lekker beginnen, het komt helemaal wel goed. Ja, goed, nou jawel. Goed, nou. Ja. Ik zie er een helikopter. Ik moet uitkijken dat hij mij niet te omlegt. We moeten op internet. We moeten verhuizen. We gaan even lekker internetten. Nou, internet, we gaan even winkelen. Op internet. Goed, ja. Je kunt hier 10 auto's neerzetten. Wat is dat nou weer? Kijk, ik kan natuurlijk niet voor... Het is wel het duurste. Dus we moeten even... Ja, nou... We kunnen 50... Nee, we kunnen die van 100.000 kunnen we net niet... kopen. Van 99.000 die kunnen we ook vet. Kunnen we net niet komen. De actie van 93. Dat is deze. Maar we kunnen ook daar gaan zitten. Dan zit je een beetje hier. Zit je een beetje in het midden. Dat is die. En die is wel heel saai. Die is ook vrij saai. Ik denk dat we voor die moeten gaan. Pursuit. Return to map. Oké, dat is dus mijn huis. Nieuw contact. Kijk, dat is vlakbij de winkelier. En een wapenwinkel. Hé, hey, is dat fijn. Alles zo dichtbij. We gaan eens even naar dat huis. Hi there, this is Bryony from Alan's Drone Productions. Ja, het is goed met jou. Even weg jij. Want ik heb bijna geen wapens meer. Die hebben we. Maar hier hebben we maar 13 kogels. En dat is... Say anything. I've got a job. Hey, wacht. Kunnen we die... Die kunnen we pakken. Maar ik wil liever die andere auto, want... Oh, die stopt. Hé, hey, we hebben ook een H. Zie ik. Nou, die moeten we ook maar een keertje gaan doen. Ik kan toch ook niet zo rijden. Kijk op deze shirt met z'n weer. Goed, dus we gaan even naar ons huis. We gaan eens even kijken. Dus in ieder geval hebben we onderdak, we leven dus. We moeten eigenlijk ook een eigen auto kopen. Maar in ieder geval hebben we dus een huis gekocht.
Dus we gaan eens even kijken. Want we hoeven niet, voor mij hoeven we eigenlijk niet per se een auto te hebben. Maar natuurlijk willen we wel een snelle wagen, natuurlijk. Kijk of dat wel een leuk huis is. We kunnen dat huis natuurlijk ook verkopen. Maar je kunt ook zoveel huizen kopen wat je wilt. Maar waarom zou je zoveel huizen gaan kopen? Waarom zou je twee huizen gaan kopen? Dat staat ook nergens op. Ja, op zich kan het wel, maar dan moet je hier eentje in de stad. En eentje, ja. Daarachter waar in de buurt bij Trevor en zo waar die woont. Is het beste. Dan hoef je niet zo ver te rijden, maar. Het liefst, we blijven ook gewoon in de stad wonen. Waar in de stad, dat boeit me niet. Maar we hebben dus in de buurt een winkel. Tankstation, wasstraat. Ja, tankstation, wat hebben we eraan? Wapenwinkel, die hebben we gewoon hier voor de deur. Allemaal netjes voor de deur. Plus een garage. Zit er ook nog eens gratis erbij. Ik ga nu naar binnen. Het ziet er vies oud uit. Dit is dus mijn huis. Een beetje vreemd, maar het rookt wel allemaal. Badkamer is dus hier. Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savage. Dit is dus mijn slaapkamer, oké. Oké, hier kun je toch. Quick job. Kun je deze game ook opslaan? Volgens mij zo of niet? So you get out of the bed. Get into the bed. Change kleren. Die hebben we. Heb ik niet. Ja, oké, okay, is goed zo. 5 uur kunnen we. Dan de game. Hoe kun je dus bijvoorbeeld de nacht overslaan? Doe je dat? Goed, dus we wonen hier. Dat is mooi. Dan moeten we een keer naar de wapenwinkel. Hoe we dat moeten we nog allemaal gaan opzoeken. Of zo nu even naar de wapenwinkel gaan. Ja, dat kan wel.
maand. Kijk. Toen zag ik ook meteen een penautomaat. Hey. Nee. Ga ik weer terug. Dat moeten we niet. Ja, laten we even uit. Amazing. We kunnen ook gewoon gaan lopen. Hallo. Ik heb maar iets van 12.000. Die heb ik 14. If you need advice, I am a weapons expert. Die wapen die zit vol, maar welke? Oh, ik heb die nu gekocht. Shit, hey. Kijk die kogels. Nou. 37 munten maar. We hebben al ons geld weer uitgegeven. Ik zie veel kraken doen toe. Zo, dan gaan we eens even... Kijk hoe je kunt... slaan eigenlijk. Natuurlijk, we blijven natuurlijk hier niet wonen, maar dit is even voor tijdelijk. Drinken. Oké. Maar je kunt toch gewoon slapen. Je kunt toch gewoon de nacht overslaan. Of moet de hele tijd zo blijven totdat het... Nou ja, dat zoek ik nog wel eens even uit. Maar het staat nu wel niet om 8 uur, dus... Maar goed, ik ga het hier zo bij laten, jongens. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor liken. En goed, kijkers. We zien elkaar weer maandag. Ja. Bedankt voor het kijken, bedankt voor liken. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!